Hallo, daar zijn we dan. Mijn naam is Claudia. Ik ben vitaliteitcoach en geef onder andere personal training, small group trainingen. Daarnaast ook massages en body drum release. En vandaag als jouw personal entertainer ga ik voor het eerst van mijn leven vloggen. Joggen? Nee, dat niet. Ja, dat ga ik wel doen. Maar pas in een later stadium. En daar ga ik jou in meenemen. Daarover vertel ik je zo wat meer. Maar momenteel kan ik helemaal niet joggen. Dat laat mijn lijf namelijk niet toe. Mijn goddelijke lichaam, want ja, ik geloof dat het lichaam een tempel is waar je ziel in huist. Dat is me al jaren van alles aan het vertellen. Geeft me allerlei signalen en zo. En daar ben ik me ook al jaren bewust van, hoor, dat mijn lijf dat doet. En ik luister er ook echt al wel steeds beter naar. Maar ja, soms net iets te laat, hè? Pas nadat ik op mijn bek ben gegaan. Of nadat ik weer eens in een valkuil ben getrapt. Nou, dat heb ik letterlijk gedaan, nog niet zo heel lang geleden. Dat was op een mooie dag in november. Ik had 's middags een afspraak bij mijn haptonomische fysiotherapeute. Daar was ik onder behandeling vanwege allerlei kwaaltjes en klachten. En ja, goed, die hadden eigenlijk blijkbaar ook te maken met het feit dat mijn lichaam ja, altijd in een soort van staat van paraatheid is. En dat heeft te maken met het natuurlijke stresssysteem. Misschien heb je wel eens van het fight, flight, fright systeem gehoord. Nou, daar ga ik een andere keertje nog wel wat meer over vertellen. Maar mijn haptopeute maakte mij dus bewust van die constante staat van paraatheid waar mijn lichaam in verkeerde. Ja, er is altijd een soort van spanning aanwezig in mijn lijf, in mijn spieren. Ook al was ik ontspannen voor mijn gevoel, of dacht ik dat ik dat was. Enfin, ik ben dus weer steeds meer in mijn lijf komen te zitten. En ja, dat voelt hartstikke fijn. Ik bedoel, wie wil dat nou niet? Lekker in je lijf zijn. Nou, ik wel in ieder geval. En ja, dat ga ik jou ook leren. Maar goed, ik was dus die bewuste dag, zat ik dus echt letterlijk te vertellen van god, dat het wel goed was. Dat ik mezelf steeds weer beter terug in mijn lijf kon fluiten, om het zo maar te zeggen. Maar, en ja, daar begint het al, hè, maar, want maar is nee. Ik zei letterlijk zoiets van dat het leek alsof ik weer in mijn valkuil dreigde te gaan stappen. En dat ik toch best wel nog wat meer tijd, meer rust wilde hebben om in balans te komen en te blijven. En ja, echt, letterlijk die avond, diezelfde avond, echt waar, toen ik met mijn bootcamp babes aan het trainen was. Want ik geef wekelijks trainingen buiten aan een paar dames. En ik wilde dus heel nonchalant over een wipkip van nog geen halve meter hoog springen. En ik steunde nota bene nog met mijn hand. Ging daar heel charmant een not overheen. En bij het neerkomen, knak, zei mijn knie. Ja, je hoorde het knappen. En ik voelde het ook. Au, au, au. En ja, echt. Maar goed, ik had er echt diezelfde middag nog om gevraagd eigenlijk, toch? Be careful what you wish for. Ja, ik moest er eigenlijk stiekem tussen het vloeken en de pijn door ook wel lachen om mezelf. Omdat ik het dus die middag nog over had gehad. En, maar ja, goed. Sindsdien zit er dus blijkbaar een scheurtje in mijn meniscus. En die gaan ze binnenkort eruit halen. 15 januari staat het gepland. En ik ga jullie na die kijkoperatie ga ik daadwerkelijk een kijkje in mijn leven geven. Want ja, goed, ik moet dan dus zelf ook weer helemaal van nul af aan mijn conditionele gesteldheid opbouwen. En die was eerlijk gezegd al niet zo goed. Maar nu dus nog minder. En ja, goed, ik heb besloten om dat met jou te gaan delen. Want ik dacht, ja, zo in deze periode van goede voornemens zijn er vast meer personen die
weer in beweging willen komen en die net als ik iets meer vorm wil in hun lijf willen krijgen, zowel letterlijk als figuurlijk. Dus ja goed, ik ga je daar dus in meenemen. En dat vind ik eerlijk gezegd best wel een beetje spannend. Want ik ga dus mezelf best wel een beetje kwetsbaar opstellen. Maar goed, in mijn ogen schuilt in kwetsbaarheid eigenlijk je grootste kracht. Dus ik zou zeggen, kom met me mee in je kracht. En volle kracht vooruit. Dus als jij het mee wil beleven hoe ik in plaats van anderen mezelf nu eens een keer ga afbeulen, dan zou ik zeggen, abonneer je op mijn YouTube kanaal en volg me op Facebook, mijn pagina. En dan gaan we het meemaken. Dus hou me in de gaten. Wordt vervolgd.